Motto en mes, take 1. Thank you.
ga die kant op. Beter, dus hij loopt nog iets te rijk, hij krijgt te veel benzine, dus dan gaan we nou eerst weer dingen aan doen en dan gaat hij nog een keertje op. Ja, ik denk dat hij ook zwaar is naar mijn liefde. Ja, ik ga wel lekker lekker worden, geweldig. Ik ga die kant op. Dan voor volgende week uitdrukken op volgende week. Daar begin je ook maar even. Ja? Ik vind het ook leuk. Ja. Alles kan. Maar niet alles. Ik heb het
zwart zijn. Ja. Oh. Jezus. Heel eng, heel eng dit. Zit je recht? Ja, ik zit hier. Ja? Ja, ik moet de stuurder aan of je moet niet hebben. Heb je die aan de rechter van die gevonden? Ja. Ja. Dat kan duur wel. Dat kan duur wel. Eentje afzagen en dan wonen we. Om het samen? Ja, je kan hem gewoon een beetje zo aan. Sterk. Wacht even, ik zal even kijken. Ik heb een pot erbij. Daar begin je ook maar bij. Ja? Ik vind ook leuk. Ja? Wat jij wil, alles. Alles kan. Ja. Ik ben heel erg tevreden. Ja? Ik ben helemaal blij met mijn wat nog eten. Misschien onder velen al heel erg bekend, xenonverlichting voor auto's, motorfietsen en vrachtwagens. En met name motorfietsen is iets wat de laatste tijd heel erg in opkomst is. Xenon is een gasontladingslamp. Die wordt ontstoken door een high discharge starter. Worden steeds kleiner, worden steeds compacter. En dit zijn de huidige afmetingen van een starterlamp. Een starter doet niks anders dan het ontsteken van een gasontladingslamp. Een gasontladingslamp is een lamp, met het zettertaal een gas, die wordt ontstoken. En het uiteindelijke resultaat is een lichtopbrengst van zo'n beetje maal 3 van halogeenverlichting. 70% meer willen ze ook wel eens zeggen, 70 tot 80 meter ver willen ze ook wel eens zeggen, voor bijvoorbeeld 40, 45 meter van halogeenverlichting. Het gaat ook veel langer mee en het leuke is ook nog eens dat een xenonlamp verbruikt maar 35 watt. Tegen 55 watt van een halogeenverlichting. Twee verschillende versies. Je hebt bi-xenon en je hebt normaal xenon. Normaal xenon is in principe een xenonlamp die het dimlicht vervangt. Dimlicht, normaal licht. Dan heb je ook nog bi-xenon. Bi-xenon wil dus eigenlijk zeggen de normale verlichting en groot licht in één. Ik heb zo eentje hier in mijn hand. Dit is dan een H4 lamp. H4 is niets meer dan Duplo. Duplo, dimlicht, groot licht. Dat vervangen we dus ook voor xenon. Heeft één stekker extra en die ene stekker die zorgt voor de groot lichtschakeling. Er zit een magneet achterin en die magneetschakeling die wordt eigenlijk geactiveerd waardoor de lamp in zijn behuizing wordt die naar achter gezet. En door zijn koker krijg je dan een ander lichtbeeld, oftewel groot licht. Dus er zijn geen twee losse groeidraadjes.